Ah, Edouard Manet. Déjeuner sur l'herbe. En een bar in de Folie Bergère. De... Maar luister toch even. Wisten jullie dat de twee enige werken van Manet in België zich hier in de Eurometropool bevinden? Groot gelijk. Ga maar vlug wat cultuur opsnuiven. Een uitzonderlijk schilder, hè? Die Emile Claus. Het Museum van Deinzen en de Leienstreek nodigt je uit op de grootste retrospectieve van de beroemde leienkunst van rond 1875 tot nu. Op het programma schilders zoals Roger Raveel, Permeke, Georges Minne, Albert Servaas, Frits van den Berg, Gustave van de Woestijnen, Léon en Gustave de Smet, Raoul de Keizer en, je zegt maar wanneer ik moet ophouden, hè? Je kan ook naar het museum Don't Danes in Sint Maartenslaten. Je vindt er geen Manet, maar wel grote namen van de hedendaagse kunst. Het emblematische gebouw voor kunst en cultuur van de metropool hier voor jullie is La Piscine. Museum voor Kunst en Nijverheid André Diligent. Het opende zijn deuren in oktober 2001. In het oog verblindende decor van een van de mooiste art deco zwembaden van de jaren 30 is vandaag een collectie van toegepaste en schone kunsten ondergebracht. Schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, textiel, keramiek. Wat ooit een zwemparadijs was, is vandaag een kunsttempel. Ja, maar wacht eens even. En mijn Manet? Ja. Ah, eindelijk. Het Palais de Beaux-Arts van Rijssel herbergt een van de grootste collecties kunstwerken van Frankrijk. Stel je voor, 22.000 vierkante meter met een indrukwekkende verzameling van Europese schilderkunst van de 15e tot de 20e eeuw. Keramiek en reliefplannen van meerdere door Vauban versterkte steden in de streek van Rijssel. Jullie maken een grapje, hè? Ik had het over Manet, niet over Claude Monet. De jeugd van tegenwoordig. Vooruit, zoek maar verder. We trekken naar het Lam in Villeneuve-d'Ascq. We vinden er de meeste avant-garde kunstenaars die in de eerste helft van de 20e eeuw in Frankrijk leefden. Waaronder Georges Braque, Picasso, Fernand Léger en Juan Miró. Maar je vindt er ook andere stromingen, zoals het fauvisme, het surrealisme en Art Brut. Inderdaad, hier zijn heel wat Manets te vinden. Maar als ik me niet vergis, vroeg ik wel naar twee Manets in België. Inderdaad, hier zijn we in het Onze Lieve Vrouw met de Roos Hospitaal in Lessen. Langs een parcours met 20 volledig gerestaureerde zalen krijg je hier een mooi overzicht van 8 eeuwen geneeskunde en geschiedenis. Ga zeker ook even langs de twee ziekenzalen. De eerste, met de rode hemelbedden, stamt uit de periode van het Ancien Régime. De tweede dateert van de 19e eeuw en toont de technische vooruitgang in de geneeskunde. Nu, voor de Manets moeten we... naar Ginder. Ja, eindelijk. Ja, hier is het. Het Museum voor Schone Kunsten van Doornik. Dit museum in Art Nouveau-stijl werd ontworpen door de grootmeester Victor Horta. Horta was een vriend van de rijke Brusselse mecenas Henri van Kutsem, die zijn hele kunstcollectie en een deel van zijn fortuin naliet aan de stad Doornik op voorwaarde dat zijn vriend-architect het museum zou ontwerpen. Je ontdekt er een van de rijkste verzamelingen van oude en moderne schilderkunst van België. De Vlaamse primitieven, de La Pasteur, Breugel, en de impressionisten Monet, Seurat, Van Gogh. En ja, het is ook hier dat je de enige twee werken van Manet in België kan bewonderen. Argenteuil en Chez Pierre Latuile. Oh, maar kijk eens hier. Onze kunstminnaars.